mooie streektaal, vind ik mooi. Twents Kwartierke. Twents Kwartierke. Het is weer tijd voor het Twents Kwartierke. Adrie, je zit al. We hebben nog geen gast, dat zometeen. Ja, dat was spannend. We gaan eerst even een korte terugblik naar wat we vorige week hebben gedaan. Vorige week hebben wij namelijk ook weer 4 woorden gehad, Adrie. Ja, want dat is even goed om het kader te schetsen. In het Twents Kwartierke leren we de Twentse taal beter. En ook de cultuur een beetje. Nou, dat gaat echt wel over iets. Het gaat vandaag wel ergens over. Vorige week in het Twents Kwartierke. Ja, toen hadden we natuurlijk ook weer woorden. Of woorden. Slaterbol. Nou, dat was een knoeiboel. Ja. Lapkonte. Dan was je een roddelaar. Prachtig woord. En een zoepneus. Dan ben je een drankneus. Mm-hmm. En het woord van de week, dat was kipsen. Kipsen. En dat was pit. Ja, met de kipsen rondgaan. Ja. Ik blijf me verwonderen over sommige Twentse woorden. Maar prachtig, er komen weer 4 nieuwe Twentse woorden aan in een vorm van een quiz. En die hangen natuurlijk op aan een thema, zoals altijd. Ik verklap alvast over het thema. We gaan het hebben over carnaval en de Twentse taal. Dat hoort namelijk bij elkaar, maar dat schijnt hier en daar nog wel wat aan verbetering onderhevig. Dat kan nog wel wat beter. Onze gasten vandaag, waar we mee gaan praten, die kondigen zichzelf min of meer aan. De bokkiekes, of wat plezier toch het meest. Dit geet aan joren, dit clubpie was van talent. Dat zit nu de bokkiekes, blijf het feest in elke tent. Mooi, dankjewel. Jawel, Prins Alco de Heer en zijn adjudant Huub Elverink van CV De Dubbelkiekers. Je hoorde dat al uit de Harbrinkhoek. Welkom mannen. Alco, pak je microfoon er even bij. Dan kunnen we ook met je praten, zeg maar. Doe ik zal proberen weer over Twents over te skakelen ook aan deze kant. Ja, kijk eens aan Niels. Wordt al beter met jou. Ja, zo is maar net. Wie gaat over op het Twents, Niels? Mannen, om eerst in te beginnen met leem jullie nog? Wie bent er nog? Wie bent er? Kloven, ja. Vanavond is er een grote avond voor ons. De eerste gala waarvan we de 2 gaan doen dit weekend. We zijn de 11e van de 11e opgekomen. En tot nu aan geeft goed. We zijn een beetje aan het dunnen, maar dat is dan toch weer. Maar dat is gewoon 24-7 gewoon doorgaan. Altijd paraat weer. En we zijn natuurlijk met alle feestjes beelden waar we weer moeten. Ja. We hebben een mooi programma. We hebben een heel dik draaiboek. Kring van alle vorige prinsen wat ze hebben besteld. Dus wij weten precies waar we aan toe zijn. En daar proberen we dan ook ons op in te stellen. Wat heet nou op de... Wat is dat voor een scepter? Nee, dat heeft een naam, hè? Nee, dat ding. Ja, dat zeg je goed. Ja, toch wel. Ja. Buurman en buurman. Aan je toe. Wie bent buurman van elkaar? Oh, nou, hier. Dan is dat thema niet moeilijk. Dan, wij hebben alles om het thema buurman en buurman ingedraaid. En, ja. En dat wordt speciaal gemaakt voor jullie als prinsenkoppel, zeg maar. Ja, en sterker nog, hij heeft hem gemaakt. Oh, kijk aan. Ja, dat heeft mooi dan. Oh, bedankt. De adjudant. Mannen, we gaan het ook een beetje hebben over carnaval en de Twentse taal. Twents. Want dat heeft nogal wat met... Spraak, hè? Prinsenspraak, sorry. Dat heeft nogal wat met elkaar te maken, toch? Zeker, zeker. In welke manier? Op welke manier? Op het moment dat je vraagt wat om prins te worden, dan begin je ook meer te doen aan een traditie. De traditie van carnaval is heel groot en in elke regio heeft dat zijn eigen draaikring. En bij ons in Twente is dat heel speciaal dat die taal dan ook veranderd komt. Mm-hmm. Dus wie probeert ook zoveel mogelijk alles wel autodidact aan Twents in elkaar hebt gespeeld, probeer wie ook te gebruiken in een spreuk, in een proclamatie en dat soort dingen wat officieel bij de carnaval hoort. Ja, dus als je die steek op hebt, dan is het gewoon allemaal Twents. Dan is het Twents. Ja. En dan geeft ook, ik bedoel, ik ben jong uit Eenske. Ik hoorde laatst voor het eerst over een buutredner en een toespraak en weet er wat van. Dat, wat is dat allemaal? Vol in Twents. Dus dat ben sketches, dat bent mooie verhaal. Mangs heb ze ook wel dorpspubliek, dorpspolitiek. Dan werd een paar mensen goed de rennen haalt of mooi hem te kank zet. Ja. Maar dan net tot aan het randje niet erover, hè?
Dus dat is de bedoeling. Maar dat geeft inderdaad allemaal in Twents. Nou, onze verslaggever Ben Siemering, dat doe ik even in het Nederlands hoor. Maar die dook in wat carnavalspreuken, zeg maar. Je doet het, dat is nog ja, in het Twents. Ik ga er wel over stappen. Die doet dat in carnavalspreuken, heeft hij onderzocht. En dat deed hij in een loods in de Lutte. En daar kwam je Pardoes iemand tegen die we allemaal wel kent. Tussen Wilde Deers en Jungle Bos gaat de bosduvelkes onmeunig los. Herman, hier ook hier. Ja. Ja. Ik ben een carnavalliefhebber. Ik ben een carnavalliefhebber. Ja, ik ben wel erelid van hoe heet dat, de Groene Kuddelpien. Oh ja, in dorp. Ja, nummer 1111. Oh. Ook nog. Ja. Dat is in buurvrouw Annie. Ja, wie doet Herman, wie werkt in heel een carnaval op vrijdag of naar Heijwaard aan het weekend. En dan moest ik om lachen, maar ze minder met, dan hebben we nog tijd om naar Onzel te gaan. Ja, dat is de mekka. Ja, ja. Daar heb je al mooie optochten en mooie... Ik zeg, hoe kijk naar de spreuk? Ja, want je bent natuurlijk ook van de streektaal, hè? Dat carnaval, ja, dat hoort bij elkaar. Ik bedoel, ja. Er bent ook wel wangs met een Hollandse spreuk erop. Als je een wang hebt van de wereld draait door, ja, dan moet je waar de wereld draait door op zitten natuurlijk. Ja. Maar het kan en ik zeg hij het van plat als kan, Hollands als mut. En wat kom je dan zo ten? Want je kijkt toch wel eens naar optochten en zo. Van de streektaal. Ik zou zelf als ik jury was, dan denk ik, nou, maar dat ben ik gedaan. Ik wil niet hoe andere leu oordeel. Daar heb je ons leer meer voor. Maar ja. Ik zou zeggen van... ja, als er een plat op staat, heeft dat een pre voor waardering. Zo ja. Ja. En als er een plat op steekt, moet je het goed doen. Moet het goed doen, ja. Het zou heel raar zijn als je in het Hollands zegt van... dit vrouw in deze huis. Ja. Dan zeg je, nou, dit vrouw, het is deze vrouw in dit huis. Ja. Maar in plat heb ik ook wat dingen zien als... wat zag ik nog? Carnaval blieft carnaval. Terwijl ik carnaval blieft. Blieft carnaval, ja. Of kom on op de ijsboorn. Dat is mooi. Of wie zwaait en draait. Ja. In plaats van wie zwaait en draait. Ja. Dat kan nog wel wat. Dat vind ik jammer. We denken wel, ja, maar zet er ook even een goor op. En, ja, ik heb gehoord of dat hij net zegt van dat 21 wil helpen of zo met de atelier spreuken heb in plat. Ja. Om ze dan, god, kijk er even naar, zit dat er goed op. Ja. En geen nieuwe spelling of zo, hè? Nee. Ik spel maar, kijk, carnaval, blieft carnaval, even niks meer spelling voor doen, maar zo pro die niet natuurlijk. Nee, precies. Nee. Of wie gewoon lus, zag ik ook wel een keer, in plaats van wie gewoon lus. Ja. En hij er wat van zei, dan zei ze, ja, nee, maar spelling te doen. Nee, maar hij heeft niks voor spelling. Je kunt ook nog op een andere manier spelen. Dat is ja. Een andere, ja. Ja, het zit er mooi op. Ja, het zit er mooi op. Dus kunnen wilde dit kan, de dit kan er maar bij deur. Dat kan er maar bij deur, joh. Ja? Dat wordt wel een mooi feest. Maar ja, je kunt ook Hollandse spreken. Ik heb een keer het Hollands, wat was dat toch? In Almelo. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Dat kunt zo ook, maar daar kun je ook in plaats zetten. Nee, kun je ook in plaats zetten, ja. Ik denk dat de Leurt ook mooi vindt dat het er goed op staat. Ja. Waar anders staat er ook... dit vrouw in deze huis, dan zeg je ook, waar arbeid jij? En dan kijk je helemaal niet meer naar de wijn. Nee, nee, nee. Of kalmoon op de ijsboorn, dat is ook niet... Nee, nee, oké. Okay. Maar ik hoop dat 21, dat dat mooi wordt. Nou ja, ik geef het deur en ik ben zelf ook heel beneden. Ja, misschien bent er nu voor dit jaar nog wel, waar ze binnen wat druk aan timmen. Oude vereniging die zei van, goh, wie hebt ook een brood. Kunt ze bij... Wil 21 er even nog kijken of het goed is? Ja, want ze hebt nu bij 21, er komt ook Tweetaars, de Twentse taalambassadeurs. Er komt in elke... Tweetaars, ja. Tweetaars. En, die helpt met Toortaars. Nee, ja. En die in elke gemeente komt er één, heb ik begrepen. Ze door ook met van die elektrische bakfietsen in optocht in Onzel. En ik denk van, als er nog vereniging bent die zegt van, we kunnen wel wat hulp gebruiken. Ford heeft hier een mooie Twentse spreuk, alleen die bakfietsen van 21 zitten verkeerd. Zal me niet verbaasd. Herman, Goorland, plezierig in carnaval. Ja, doe ook. Niet meer drinken als nodig is, om het in Goor Hollandse zin. Ja, nou, heren. Ja. Mooi spreuk weer. Ja, mooi advies van Herman Vinkers, die geheel toevallig daar ook rondhing. Hij is kritisch, hè, man. Hij komt wel eens wat spreuken tegen. Ik moet wel omschakelen. Met carnaval waarvan hij denkt van... ja, dat is nou net geen Twents, zeg maar. Is dat herkenbaar? Of,
je komt wel eens wat tegen, maar bij ons in de buurt, daar denk ik dat toch wel heel veel aan de dan wat om het goed te doen. Mm-hmm. Hebben we nog meer voor? Ja, Adrie, je zit erbij van alsof je derde wiel naar warm bent. Maar je bent hier de juf. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dit is breurs aan kop, Geert. Ja, met de carnaval of met de carnaval het gas erop of zo. Het is en Nederlands en Hollands, maar dus eigenlijk... Ja, met de breurs aan kop, ja. Geert. Ja, maar dan is het met breurs aan kop, Geert. Ook met carnaval het gas erop. Dan zal ik het wat is hier dan niet goed aan? Ja, er bent maar twee Twentse weur en de rest is Hollands. Ja, dat kan niet samen. Wat had hier dan beter aan? Ja, breurs aan kop met gewoon de A-N en dan één A eraf. En de Geert, wat staat er? Want dan kan ik niet lezen, want ik ben aan ding verder. Ja, ja. Geert, wat staat daar? Oeh, met carnaval. Oh ja. Ook met carnaval. Ook met carnaval het, dus T, apostrof, dus T. En dan gas erop, D-R-O-P. Ja, ja. Wat ik hier zie is, ze maken het veel te lang. De boodschap is heel helder, maak het kort en hol het kort, want dat is Twents. Breurs aan kop. Ja. Met carnaval gas erop. Ja. Dat zou de tip hier zijn. Ja, zal ik nog korter kunnen. Hebben we er nog één? Ja, we hebben er nog één. Adrie, help ons even. Voor bier, voetbal en nu carnaval stoor ik graag kloor. Ja, gerne is dat dan. Zorg nu en geen nu. Voor graag is gerne, ja. Ja, of geen. En voor al het andere, dan zou je dus dubbel A moeten nemen. Trek, ja, dat weet ik niet. Trek, Anja, Leeuwen, ja, de kar, maar liever is ook niet goed. Dat is Leeuwen. Leeuwen. Ja. Ja, ja. Een koor bijvoorbeeld. En ook niet maar een koor. Maar kijk, we hoorden Herman Vinkers net zeggen van dat is net als je in Holland zou zeggen van het vrouw of zo. Ja, dat is heel gek. Maar is dat voor de taalpuristen of zit daar wel meer achter? Die ergernis, om het zo te zeggen. Ja, of ergernis. Ach, weet je, ik kijk er nou en dan denk ik van, ik drink er gewoon in op. Maar dat maakt me niet zo veel uit. Maar ja, het is wel jammer. Als het goed kan, waarom zou je het dan niet goed doen? Kijk, ik ga uitbieden cafetaria een patatje met besteld. Of een patatje oorlog. En die kreeg je er geen pindasaus bij, denk je ook van, ja. Daar klopt het ook niet. Ja, weet je, en het verkoopt iets wat niet klopt, zal ik maar zeggen. Het klopt gewoon niet. Maar als we hier nou proberen te achterhalen van wat zit er dan achter? Het mut is allemaal in Twents. Zo hebben we dat een beetje afgesproken met koor. Ja. Maar dat geeft niet altijd goed. Geeft Twents achteruit, maakt de mensen allemaal niet zoveel uit. Dat ze zeggen van als het maar op Twents ligt of wat. Ook al heb je daar een idee bij. Als het maar op Twents ligt, dan moet je toch nog steeds proberen het goed te doen. En je kunt ook eens een ander vragen hoe het in elkaar zit. En ik denk hij wat wilt. Ja, en die vraagt, dan bent er heel veel die wil toe helpen. Ik heb de proclamatie ook geschreven. En een cream and scream is nog veel moeilijker dan praten zelf. Maar die wil het vertellen. En dan denk je van, in godsnaam, hoe ga ik dat uit mijn penkering? Mm-hmm. Maar als je dat dan klaar hebt, dan stuur je het naar een kameraad of naar een buurman of wie in de buurt. En dan laat je met merkie. En dan krijg je goede tips en dan kom je er ook wel. Ja, maar het is wel belangrijk dat Twents wel een beetje wat biesliep. Maar ze goed, dat het er gewoon goed is. Ja, want elke generatie geeft een beetje witte voort. Want alles moet naar het mooie in het hoog Nederlands zijn. Of het Engels. Wat wij ook vaak horen is dat ouders ook liever Nederlands praat met de kinderen. Omdat ze wilt dat die ook goed voor een dag komt. Mm. Maar je komt ook goed voor een dag met een mooie tongval en een mooi stukje Twents. Ja, ja. Dus als je het dan met elkaar toch zo kunt halen, dat je toch ook wel wilde met een paplabel ingehoord. Giet. De goed ingeert. Dan kom je er ook maar. Wie bent Twents en nu wie sprukt? Wie spreekt? Ja, het hoofd niet, maar het is toch wel mooi. Weet het. Wat gaan we eraan doen? Want ik hoor Vinkers zeggen, in Twente wilden we wat aan doen. Adrie, daar heb je zeker weer wat mee te maken. Ja, daar heb ik wel wat mee te doen. Ja, dat klopt. En ik kreeg er ook wel wat mee te doen, denk ik. Nou, wie hoopt dat alle carnavalsvereniging of andere leur die metloopt hun slogan opstuurt naar ons. Mm-hmm. En dan wilt wie er nog kijken. En de mooiste, dan kreeg ook nog een prijs. Dus de mensen, de carnavalisten en ook niet-carnavalisten, als die te slogans kennen? Ja, waarom niet? Wie hebt 24 uur in de dag? Mooie carnavalspreuken of heb je dat een andere naam eigenlijk? Carnavalspreuken in Twente. Spreuken. Als je dat opstuurt en dan kan het naar carnaval. @intwente.nl. Als je doorheen stuurt, dan corrigeert wie het even. En misschien wil Herman Vinkers zelfs nog wel helpen. Dan doen we dat hier met elkaar. En dan stuurt wie dat corrigeert weer terug op de goede wijze.
Oké, je krijgt sowieso een antwoord, ja, maar correct. Ja, ja. Als er iets niet helemaal in de haak twijfelt en je denkt, nu klopt maar niet, stuur het dan even op. Ja, niet in hele proclamatie, want ik gaat er morgen erop. Ja, daar krijg je echt druk mee. Maar ChatGPT gaat het niet voor je doen, hè? Nou, die kunt het wel, maar niet zo goed nog. Ik hoor dat jij zegt carnaval@120.nl. Dat wil ik dan ook wel in het Twents. Wat is apenstaartje in het Twents? Oeh, dat weet ik wel niet. Je zegt nu zelf het in het Engels, Adrie. Ja, dat weet ik wel, maar er is nog geen dag. Apenstaart. Apenstaart. Krulstoort. Carnaval apenstier 120.nl. Nee, dat is Gronings. Ik ga het doen niet vertellen. Dat weet ik echt niet. Maar de praktische informatie. Carnaval apenstaartje. Of wat ook. 120.nl. Daar stuur je je spreuk naartoe. Niet de hele lap proclamaties. Nee, en dan krijg je sowieso... Antwoord. Ja. Maar je kunt dan ook nog wat winnen. Ja, en wie gaat ook nog kijken dan wat de mooiste slogan is. En dan krijg je, of spreuk, en dan krijg je een prijs. En wat is dat dan? Ja, iets om te eten, maar wie weet nog niet waar. Drink en genoeg uit elkaar. Je moet een bodempje leggen inderdaad. Maar hij nu als voorbeeld neemt onze spreuk. Eit vada, zonder gedoe, eit to. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja, dat is een goeie. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, hier, kijk. Dan heb ik hem ook op schrift. Dan gaan we zien natuurlijk. Ja, hè? Precies. Komt er goed voor. Ja. Tot wanneer kunnen de mensen erin sturen? Nou, tot volgende week vrijdag. Tot volgende week vrijdag. Maar dan gaat wie in deze uitzending volgende week vrijdag. Of ja, volgende week natuurlijk. Tolken week. Zo moet het goed zijn. Goed zijn wat het resultaat is, Wes. Heel goed. Ja. Mannen. Wie bent in het Twents kwartier? Wie leert de Twentse taal? Nou, we hebben het erover al over gehad. Maar we hebben ook een quiz. Door met? Wie doet met? Met z'n tweeën aan, wat de adjudant is. Ik doe altijd ben met. Ja, met z'n tweeën doe je de met. Buurman en buurman. Buurman en buurman, Logan. Logan. Arie. Ja, het werd heel spannend hoor. Het is weer moeilijk. Twentse veuren en drie Nederlandse betekenissen. Eén is goed. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan maakten, jongens. Het eerste woord, Herman heeft het al gezegd, dat is toortas. Nou, wat is dat nu? Het klinkt best wel exotisch, vind je ook niet? Toortas? Ja, of zeg je van, nou ja, laat maar. Titootas, Hawaii. Ja. Nou ja, Titon. Is dat een weekendtas? En wie gaat eens naar toe? Hè, wie neemt de tas met? Toortas. Is het B, een licht karweitje? Of is het C, een bobo? Weet je wel, een hoog pief. Net als de carnavals. Prinsen en adjudant. Wat zal dat nou weer? Want hier moet deze toch nog even gewoon natuurlijk. Ik kijk even naar het prinsenkoppel uit Haarbrinkhoek. Jullie weten dit of niet? Ja, wie weet dit? Ja, voor mij wel, ja. Jullie weten, dan moet je de kaart tegen de borst houden, hè? Ja. Toortas. Ze zijn alle drie mooi bedacht, vind ik. Ja. Ah, weekendtas liet me dan te veel op tas. Dat weet ik niet helemaal. Toortas. Een totem. Hotemetoot. Bobo. Ik heb geen idee. Ja, ik zou dan toch voor Bobo gaan. Maar hij zei dat, de Vinken zei dat in het kader van... Hij zegt, jullie gaan met de tweetaars, de Twentse taal- en cultuurambassadeurs... ga je ook op pad met de bakfietsen en dan in Oldenzaal met door met die optocht. Ja. De tweetas zijn totas. En is dat dan, de tweetas zijn dan Bobo's of zo? Nee, dat zou hij toch niet over ze zeggen. Ik heb geen idee. Ik denk dan, ja, in dat geval moet je licht karweitje zeggen. Ik ga wel voor Bobo trouwens. Ja. Dan kun jij voor licht karweitje. Ben jij gaan? Mijn totas? Ik ga voor licht karweitje. Zoiets. Kijk eens aan. Mannen? Ja, licht karweitje. Je kunt het film koken wel aan. Want hij zegt, je kunt elkaar helpen. Want je bent te druk aan timmen. Nou, ja, dat karweitje. Daar kun je elkaar goed mee helpen. Ja, maar dat is niet altijd een licht karweitje, denk ik. Om zo'n waang te maken. Kijk eens aan. Vele handen maken lichtwerk. Mooi. Nou, Adrie. Ja. Je bent zulke kerels, die kunnen het nog niet fout hebben. Het is een licht karweitje. Proficiat, jongens. Mooi, mannen. Dank, dank voor de tip ook. En ik denk dat het van toetasten of zo komt. Van toetasten, ja, precies. Ja. Nou, okay. Woord twee. We gaan en door. Dat is een klettermuller. Wat is nu een klettermuller? Dat kan A, weer een speeltoestel, hè, weet je, klimmen. Je klimt ergens in. Mm. Is het een spraakwaterval? Nou, je hebt dat wel gehoord hier, die heren, die kunt de oren van het woord. Hè? Dus het zal wel kunnen weten dat het een spraakwaterval is. Of is het een ratel? Zo'n ding waar je de lul met wakker maakt, maar ook wel met aan kunt kondigen. Nou, het is moeilijk dit keer. Dit mol. Die heren zitten ons alweer aan te kijken. We weten dit waar. Doen jullie nog? Ik ga voor spraakwaterval. Ik vind het een te mooi woord. Als een klettermuller, zeg maar, spraakwaterval zou zijn, dan zou ik het denk ik dagelijks ook wel willen gebruiken. Van dim persoon, dat is maar kletten. Kijk, we hebben natuurlijk vaak gezien dat Twents op de Duits liegt. En kletten in Wald, weet je wel. Dan ben je een klim overal. Dat speeltoestel. Daar ga ik dan voor.
speeltoestel. Maar ik weet niet precies wat dat met die carnaval te maken heeft. Ik kan ook vol op de kop kletten en een buur om kop. Ja, dat is waar. Nou, speeltoestel, ja. Het is natuurlijk waar die wagens met allemaal van die... Ah. Ja, dat is heel... Dat is, die wagens we gaan antwoorden eerst doen. De mannen, Harbrink Hoek, de prinsen. Nou, voor mij is makkelijk, maar ik laat het over aan de ad. Adjudant? Dat is echt de sprake waren wel. Oh, dat is goed, hè, Adrie, wat zei hem. Ja. Ja, de lunch me met carnaval ook, Manks. Ja. Ja. Dit ben een knettermule. Nee, een klettermule. Wat een klettermule, ik kop hem dicht aan. Ja, ja, ja. Ja. En als zeker je dubbel kiekt, dan stopt het helemaal niet meer. Moet de bril afzetten, dat scheelt twee glazen. Twee punten voor de dubbelkiekers, zeg maar. Dubbele punt. En wie gaat allebei met één punt heen? Je hebt nog één woord binnen deze normale quiz. Dat is het lap en krul. Ja. Ja, en het lap in de krul, is dat dan, het gaat helemaal fout? Mm. Is dat dan P of B, we lopen de Polonaise? Of is het dan C, er opgetut uitzien? Ja, wat is dat nu, het lap in de krul? Ik zag net de adjudant een... Ik had het idee dat hij een teken gaf aan zijn prins. Ja. Dus ik ga met dat teken. Ja, ja. En dat teken werd gegeven... Voorspooksel is dat, hè? Voorspooksel. En dat werd gegeven bij antwoorden... B, Polonaise lopen. Dus ik denk, lup in krul is niet het giet fout. Nee. Of er op het tut u te zien. Maar Polonaise lopen, dat denk ik. Julian. Ja, nee, ja, ik dacht hetzelfde. Ik dacht gewoon, het loopt in een krul. Dat als jij de tent van boven zou zien. En er is een Polonaise gaande. Dan loopt het ook een beetje in een krul. En dat loopt door elkaar heen. Dat is de argumentatie die ik erbij geef. Dus ik ga met jullie mee. Wie geeft allebei... Wie gaat allebei bij voor Polonaise loop? Of allebei, ja, voor de Polonaise. Maar wat de heren dan? De prins en de adjudant, uit Harbrink Hoek. Ja, in min de Polonaise loop, het gaat fout in de Polonaise. En er opgetuurd uitzien, dat maak je ook met in de Polonaise. Maar het is niet, maar het loopt gewoon hartstikke verkeerd. Ja, ze hebben gelijk. Een lup en krul, dan ging het helemaal verkeerd. Ja, ja, nou, dat ging dus net helemaal verkeerd bij ons. Het liep bij ons in de krul. Dat ging het ook niet gehoord, dat is troep met mijn frus. We hebben nog één woord. Te gaan. Ja, woord te gaan, ja. Woord en beuren. Maar daarmee gingen we de straat op. Een nieuwe week en dat betekent wederom een nieuw Twents woord. Met deze week het woord roekerieën. Betekent het A, koeren, dat is het geluid van een duif. B, parfum. Of C, stank. We vragen het de mensen op straat. Roekerie, wat is dat? Stank. Ik denk stank. Ik denk parfum. Ik denk stank. Roekerieën, hier ruikt het? Gok stank. Ruiken, roekerieën, iets met ruiken te maken. Oké, okay, waarom denkt u stank? Ik heb niet zoveel met parfum. U heeft niet zoveel met parfum? Dat stinkt ook. Ik zou gaan voor koeren, maar het is wel een gok. Jullie komen hier vandaan. Ja. Koeren gaat u voor? Ja. Waarom? Als ik dat mag vragen? Dat is een leuk woord. Een leuk woord? Ja. Ik weet niet waarom, maar ik ga voor A. Ik heb een goed gevoel bij A. Ik denk parfum. Stank. Stank, denk je? Ja. Waarom? Ja, zo klinkt het. Het klinkt echt heel vies. Parfum. Parfum? Ja. Waarom? Omdat ik uit Twente kom. Ja, ik denk stank. Ik zit aan geur te denken. Roeken, ruiken of parfum. Ja, u zegt het best snel, best overtuigend. Ja, ja, nou ja. Ja, er zit iets van ruiking, weet je wel. En het kan ook stank zijn natuurlijk, maar ja, ik gok een beetje op parfum. Oh ja, C. C, denkt u, stank? Ja, zeker weten. Zeker weten? Ja, zeker weten. Ja, waarom dan? Nou, roekerie is ruiken. Iets van ruiken. Dus ik denk dat het stank is. Oké. Okay. Of parfum. Het Twentse woord roekerieën. De meeste mensen op straat dachten antwoord B of C. Ik ben benieuwd of jullie het in de studio weten. Het is, ik heb nog nooit de mensen zo veel verschillende dingen met zoveel zekerheid horen zeggen. Ik denk dat ieder antwoord wel... Nee, dat is A, want ik kom hier vandaan. Of dat is B, want dat weet ik. Ja, iemand is misplaatst heel, heel zeker, ja, ja, van de zaak. Maar er is maar één antwoord goed. Mooi. Ik weet in ieder geval, als iets eindigt op ie in Twents, heb ik wel geleerd, dan is dat een
zelfstandig naamwoord. Dus roeken gaat er van mee af. Van het koeren van dat roekoe. Zeg maar. Ja? Dat is hem niet. Maar is het dan parfum of stank? Ja. Kijk, dit hoort al niet meer bij het thema, hè? Dit hoort niet meer bij carnaval. Want je wil de heren er natuurlijk niet iets aan praten. Dat nee, over stank nee, gaat. Ik wil niks aan praten. Dan is het parfum. Roekerieën. Het gaat wel over ruiken, maar het kan net roeken. Maar dat kan over parfum gaan, over stank. Als jij nou wat ene kiest, kies ik de andere. Ik ga dan voor parfum. Dan ga ik voor stank. Is goed. Ja, mannen, waar gaan jullie voor? Parfum. Er is maar één iemand die het antwoord weet. En dat is Charlotte. Het Twentse woord roekerieën. De meeste mensen op straat hadden een vermoeden dat het iets met reuk te maken had. Dus dat kunnen antwoord B of C zijn. Maar er is natuurlijk maar één antwoord goed. En dat is antwoord B, parfum. Ja. Tot volgende week. Dit is gewoon mooi. 4 punten binnengekopt hoor, door de mannen uit Haberinkhoek. Hoe heet dat eigenlijk? Hoe heet dat eigenlijk met carnaval? Haberinkhoek? Heeft dat nog een andere naam? Habig. Habig. En wij wonen in Kiekerslaan op het moment. Kiekerslaan? De dubbelkiekers wonen in Kiekerslaan. Kiekerslaan. En de dubbelkiekers komt van dubbeldorp, Maria Prochie in Haberinkhoek. Kika. Ja. Niet van dubbelzin naar het alcohol. Dat doen we nooit. Waar kijk je nog het meest naar uit de komende tijd? Bij ons is Kiekersdag, dat is de 10e februari. Daar gaat ook de grote stoet bij ons door de straat heen. Dat is een hele mooie dag. Mensen allemaal bij elkaar. Ook de voltallige Haberinkhoekse bevolking die staat aan de kant van de weg. En die loopt achter een stoet aan met de tent in. En dan gaat het los. En dat is een van de mooiste dagen. De gala's die er nu aankomen, dat is voor ons natuurlijk prachtig om te zien. Wie hoeft weinig te doen, wie gewoon in de bak zit. En wie wordt vermaakt door alle mensen die wat moois hebben bedacht. Er zit een bult creativiteit overal. En dan laten we ons voornamelijk dus mooi de parade voorbij gaan. En dat is ook een van de mooiere feesten waar we naar uitkijken. Kijk, en dan is Twents allemaal om deur een ringetje te halen. Super. Kom filmen. Prins Alco de Heer is en adjudant Huub Elverink van CV De Dubbelkiekers uit Haberg. Dank u wel, Gendo. Dank voor de komst. Adrie ook bedankt. Tot volgende week. Dankjewel. En laat uw spreuk horen, hè. Carnaval, Apenstoort of Krulstoort. 120.nl. Laat weten.